Overal op de tourroute zijn ze nog te zien. Teksten op het asfalt om aandacht mee te trekken of reclame te maken. In Oudewater hebben ze de weg op wel een heel bijzondere manier beklad. Hij staat er nog steeds. In volle ornaat. Deze pikante tekening werd een half jaar geleden gezet op de dag dat de Tour de France door Oudewater kwam. Kok Verkerk merkte hem op, twijfelde geen moment en begon de obscene afbeelding meteen weg te poetsen. RTV Utrecht was daar live bij aanwezig. Ja, en gisteren zagen we in Utrecht stad al dat er een aantal piemels waren getekend. Hier in Oudewater ook. En nou wil het mooie dat iemand hem aan het schoonmaken is. En die heet ook nog Kok. Dat is geen grap, hè? Nee, dat is geen grap. Mijn ouders die werden voor gek verklaard hoe ze mij in godsnaam Kok konden noemen. Maar ja, ik ben in 61 geboren, dus die mensen wisten waarschijnlijk nog niet wat Kok toen betekende. Kok deed zijn best, maar 6 maanden nadat de piemel op het asfalt werd gekalkt, is hij dus nog steeds zichtbaar. En dat terwijl de tekening heel makkelijk weg te halen is. Daar weten ze bij het Utrechtse schoonmaakbedrijf Meerwijk alles van. Dit is een apparaat met kokend heet watertechniek en hoge druk. In die machine wordt dat geproduceerd. Er zit een dieselaggregaat. Kokend heet water, die lost die verf op. En in het ergste geval moet er nog wat afbijt gebruikt worden. Maar dat liever niet natuurlijk, want het is milieuonvriendelijk. Even met de stofzuiger eroverheen en je ziet er dus helemaal niets meer van. Alhoewel... Je moet natuurlijk niet precies op de lul zeg maar overspuiten, anders zie je een schone lul. Tja, en dat ziet er natuurlijk een beetje lullig uit. Helemaal weghalen lijkt de beste optie, maar onze kok ziet dat de inmiddels beroemde piemel ook wel een functie heeft. Als je naar dit kijkt en naar Willeskop, alle teksten, krijg je toch weer dat gevoel van saamhorigheid van de Tour. Dat het gewoon mensen tot elkaar bracht. En dat vind ik ook wel weer het mooie ervan.